Dan weer naar school, dan toch weer online les, dan vakantie. Het wordt leerlingen in het basisonderwijs niet makkelijk gemaakt. Onderwijsinstanties maken zich zorgen om de opgelopen leerachterstand. Het probleem is gewoon groot. Het uh, water staat aan onze lippen, om het zo maar te zeggen. De klassen zijn half leeg door coronakinderen die ziek zijn. Uh, leerkrachten zijn ziek thuis, er is geen vervanging te krijgen. Vooral in het speciaal onderwijs is de situatie zorgelijk, zoals bij de Windroos. Het feit dat de structuur weg is, dat ze bijna af en toe letterlijk de weg kwijt zijn. En dat de leerkrachten dus daar heel hard aan het werk zijn, maar eigenlijk zelf ook op zijn na alles wat er gebeurd is. Ook toetsen afnemen is moeilijk met docenten en leerlingen die regelmatig ziek thuis zitten. We nemen nu de toetsen gewoon af, alleen doen we er langer over omdat de klassen niet compleet zijn. Dus als een kind ziek is, moet je na die tijd het nog weer gaan inhalen. En, uh, dus we zijn er langer mee bezig. Onderwijsinstanties luiden nu de noodklok en stuurden een brandbrief naar de PO-raad. Ze hopen op structurele oplossingen om de achterstanden in te halen. Ja, er zijn verschillende oplossingen nu genoemd. En dan heb je het over langere schooldagen, dan heb je het in vakanties. Kijken of er school geboden kan worden, of langere jaren naar school. Ik bedoel, stel dat een kind nu een achterstand heeft van een aantal maanden en hij zit in groep 4. Dat hij niet in augustus naar groep 5 gaat, maar de stof van groep 4 nog verder doorgaat. Mm -hmm. En vervolgens uh, dus zo een half jaar later naar groep 5 gaat. De onderwijsinstanties gaan de komende tijd zelf onderzoeken waar de achterstanden precies liggen.